Könnte sein, irgendwie. Adriano. Morata. Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot! Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Payet. Als hij goed om zich heen heeft gekeken, dan ziet hij dat er een ploeggenoot mee is. Ziet er gevaarlijk uit. Wat een misser, zeg dat wel. Wat een misser. Grindheim. Larsen. Bradley. Morata. Buitenspel volgens de scheidsrechter, anders was het wel het doelpunt geweest. Morata. Payet. Dit is een moment. Morata! Gered, kopbal! Oeh, jongen, mag er niet in. Het mag er niet in. De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Dat was te verwachten hoor. Ze zijn totaal niet tegen deze tegenstander opgewassen. Nee, een verrassing zit er niet in vandaag. Jammer. Ik heb altijd wel een zwak voor de underdog. Weer maar erin kan schrijven. Substitution on the field. Going on is number one. De scheidsrechter heeft gefloten voor het begin van de tweede helft. Hier wordt goed gepaast hoor. Een schermutseling om de bal. Morata. Ja, en nu Bradley. Die bal gaat naast de paal, aan de verkeerde kant dan wel te verstaan. Ja, hij raakt hem ook niet helemaal lekker, hè? Jongen, 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 jongen. Nou, die kan er niks van. Als ik ze trainer was, dan wist ik het wel. Kurpeki speelt de bal weer terug. Morata, knap, verover de bal daar op het middenveld. Die verdediger sluit hem goed op en dwingt hem de bal over de zijlijn te spelen. Morata. Goed geplaatst. Kon de bal niet naar beneden koppen. Nou, hij verbaast me, Nick. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen.
Die gaat uit, het is een inworp. Er komt de wissel aan. Er komt een beetje tegen. Maar jij. Nu doen. Morata. Die kopbal leek erin te gaan. Maar heel goed gekiept van die doelman. Die bal gaat over de achterlijn corner. Wat worden. Ja, en nu gaat hij het redden. Oh, hij scoort. Dit doelpunt kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Ze dicteren de wedstrijd, vallen voortdurend aan. Ja, en dan kan zo'n goal niet uitblijven. Nee, het is echt verdiend hoor. Dit zat er echt aan te komen. Je voelt dat gewoon. Ja, ze staan gewoon veel beter te spelen. En bepalen het tempo. Hier het hoofdpoel op het doel af. Die ging hard. En doelpunt! De invaller scoort. Die solliciteert zeker naar een basisplaats. Echt, hè? Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Ja, en nu? Morata! Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal die was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Beetje oververmoeid. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Over de lijn, ingooi. Morata. Daar gaat hij. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Wat gaat hij van deze hoekschop maken? De trainer wil er een nieuwe speler in brengen. Greentime. En opnieuw steekt hij een stokje voor. Dauvin. De keeper stond er precies goed voor. Uitstekend over de breedte geplaatst. Greentime. Payet.
Morata. Lekker combinatiespel. Ja, en nu? Doet die goed? Nee, die kunnen we niet tellen. Het moment van schieten was goed gekozen, maar hij raakt de bal niet lekker. Ja, toch was het een aardige kans. Morata. Grindheim. Ze mogen ingooien. Ze mogen ingooien. Grindheim. Die komt er met de bal uit. Wordt dit een doelpunt? Ik weet niet wat hij van plan was, maar dat zeker niet. Laten we nog maar eens naar die redding kijken, Jury. Ja, daar stond hij goed te keeper, hoor. Hij liet zich niet verrassen. Bradley. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Ongelooflijk hoor. De scheidsrechter fluit voor het einde van dit duel. Dit is al de tweede opeenvolgende winstpartij. Ze zijn wel in vorm hoor. Het zou mooi zijn als ze die de rest van het seizoen weten vast te houden. Niet was weer doodje.